Goedemorgen kijkers. Vandaag begint de campagneaftrap van het CDA voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019. En ik zeg goedemorgen nu aan Karin en Sjaak van Veen. Goedemorgen. 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 Leuk dat jullie in mijn vlog willen komen, maar leuk ook dat ik hier mag zijn op jullie kaasboerderij hier aan de Wijspoortseweg in Zoeterwoude. En jullie gaan me even meenemen door de producten die hier worden gemaakt. En ook een klein beetje in het hele groene hart. Want streekproducten zijn belangrijk. Ze zijn duurzaam, zitten hele kleine vervoerskosten aan. En daarom vind ik dat het een goed idee is om een goede morgen te beginnen met een streekproduct. Oké. Wij maken een paar dagen in de week boerenkaas. De melk komt in de kaaskuip. En de melk halen we aan de overkant bij Boer Verstegen. Die melkt zijn koeien en wij hebben jongvee, dus wij kopen zij melk. En dat rauwmelk, daar maken wij boerenkaas van. We hebben allerlei vormpjes die we daarvoor gebruiken. We maken hartjes en tulpjes en wapentjes. Ook mooie ronde kazen die wel 2, 3 jaar oud kunnen worden. In die melk moet het een en ander om te zorgen dat het kaas wordt. Dat is zuursel wat we gebruiken en we gebruiken stremsel. Hier, dit is de kaaskuip. En de vrommel die dan in de kaaskuip zit, doen we in de vormen en dan later gaat de kaaspers erop. Dan krijgen we die kaasstempel en de volgende dag worden de kazen naar de pekelruimte gebracht. Ja. In de pekelruimte, zoals je ziet, liggen de kazen in zout water. Grote en wat kleinere kazen of kruidenkazen. En naar gelang de grootte van de kazen moest een periode van een paar dagen in het zout water drijven. Deze kleine kaasjes hoeven maar een dag. Grote kazen, zoals je daar ook ziet, van 12 kilo, die blijven wel 3 dagen in het zout water. Ik keer ze daarin. Ze gaan in zout water vanwege de stevigheid die ze moeten krijgen, de smaak en ook vanwege de houdbaarheid. Hè. Iets wat gezouten is, kun je langer bewaren. Ja. Ja, hier zijn de kazen al uit de pekel gehaald en die worden vandaag naar de opslagruimte gebracht. Zoals je ziet zijn deze kazen gisteren uit de kaaspekel gekomen en die krijgen een coatinglaagje en dat heet dan kaasplastic. Deze hebben al coatinglaagjes gehad, die zijn al mooi geel. Deze voor de Valentijn die hebben we rood gemaakt met kruiden, dus je kan ermee doen wat je wil. En deze kleine kaasjes kunnen na 3 weken al opgegeten worden. Maar grote kaas van 12 kilo, ja, die kunnen zo oud worden als je zelf wil. Een half jaar duurt het voordat ze belegen zijn. Of overjarig, hè? Dan moet je een langere tijd van een paar jaar wachten. Kazen moeten regelmatig gekeerd worden en gepoetst worden. Dus het blijft altijd werk, ook als je geen kaas maakt zoals vandaag, is in de opslagruimte altijd werk te doen. En ja, dat hoort erbij, dat is een way of life. En jij vertelde dat er hier iemand is met streekproducten van de Groene Hart combinatie. Ja, Groene Hart combinatie. En het is een groep met boeren die zo'n 6, 7 jaar geleden begonnen zijn in het klein. En die komen uit het Groene Hart, dus Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht. En het zijn niet alleen maar kaasmakers, maar het zijn ook fruittelers. Ook boeren die voor het vleesvee zorgen. Groenten en fruit. Dus ja, producten die erin komen, die zijn dan ook heel breed inzetbaar. Dus we hebben nu appelsappen bijvoorbeeld van de Groene Hart coöperatie. En wij verkopen dus ook onze kaas aan het Groene Hart. En zij verkopen dat weer door aan bijvoorbeeld Hoogvliet, de supermarktketen. Oh, okay. Want die neemt ook kazen in hun assortiment voor de Groene Hart coöperatie. Okay. Nou zie ik daar één ding, dat is advocaat. Ja. En dan denk ik helemaal aan mijn vader die dat s'avonds altijd eventjes met zo'n eierlepeltje nam. Hè? Ja. Wordt dat ook hier in het Groene Hart gemaakt? Ja, dat komt uit Utrecht. Uit Utrecht? Ja, dat is een bedrijf die heeft streekproducten. Ja. En ja, die zorgen dan zelf. We zijn laatst ook geweest, groot bedrijf. Die maken hun jam zelfs. Oké. En ook echt de advocaat. Dus... Karin, ik hou mijn haar even vast, want het is hier veel wind. Hartstikke bedankt dat je in mijn vlog wilde komen. En graag ik ga met de producten hier van Zoeterwoude door Zuid-Holland. Ja, hartstikke leuk. Ja. Leuk om mee te werken. En succes verder, Monique. Dankjewel.